rommelig dagje. Ja. We zitten midden in verhuizing. We gaan gewoon even lekker kletsen. Ja. Hij zit aan. Oké, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van De Linkse Revolte. Yes. Een speciale dag, want we zitten hier. Tim, waar zitten we? We zitten aan de Theresiastraat in Den Haag. En dat is het pand waarin we samenwonen met het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Noortje Rammen, linkerzijde. Ja, we zitten tussen de onuitgepakte dozen. Misschien galmt het ook wel een beetje. Misschien kunnen jullie het horen, want niks is nog uitgepakt. Maar we hebben onze studio opgezet om toch als kletsende klasse met elkaar te gaan babbelen vandaag. Ja, Hans die zit hier ook nog. Die heeft net al bijna de verwarming gesloopt. Maar verder hebben we alles onder controle. En dit is inderdaad ook een speciale aflevering, want dit is een nieuwe in de serie. We noemen het bijpraten over of inderdaad de kletsende klasse. We zijn er nog niet helemaal over uit. Maar het idee is dat wij één keer in de twee weken lekker bij elkaar gaan zitten om te praten over wat er de afgelopen weken is gebeurd. En dat doen we aan de hand van de take van de week. Dat is een artikel of een discussie die we voorbij zagen komen die ons opviel en waar we het graag nog even met jullie over willen hebben. En we gaan in gesprek met de luisteraar, want we hebben ontzettend veel reacties al binnengekregen op de eerste twee afleveringen van deze podcast. We willen graag jullie vragen beantwoorden en jullie goede ideeën. Ja. Dus. Wat gaan we doen? Take? Eerst maar beginnen met de take. Ik kijk ook meteen naar Hans. Hans, we hebben een take. Wat is je take? We moeten nog zo'n toffe tune er ook voor doen. Take van de week. Mijn take van de week. Ja, ik doe hem dus aan de hand van artikel in de Volkskrant dit weekend over de zelfscankassa. En dat heeft een verhaal. Ik hou namelijk heel erg van boodschappen doen. Ik vind het echt heel fijn om te doen. Vaak met mijn kinderen. En dan maak ik daar altijd zo'n momentje van. En de afgelopen jaren is de supermarktbeleving dus echt heel erg veranderd. Want vooral voor corona, dan had je gewoon de supermarkt. Als je naar de supermarkt ging, dan ging ik altijd heel chill naar zo'n koffiezetapparaat. Kreeg je gratis koffie, kon je pakken. En dan maakte je daar een praatje. En dan vervolgens ga je die supermarkt door. En dan stonden er kaasblokjes en plakjes, weet ik veel wat. Je kon gewoon lekker chill. Ga je naar de kassa en had je daar ook weer een babbel in de rij of met de mensen in de rij. Dus het was best wel een momentje voor mij op de dag. Ik geniet er heel van. Mijn vriendin vindt het echt verschrikkelijk, dus ik doe er ook altijd boodschappen. Ze vindt het ook heel irritant als ik koffie ga halen tijdens boodschappen, want dan kan je je mandje ook niet meer tillen. Maar goed, sinds corona is die positie van die supermarkt dus helemaal veranderd als het ware in mijn leven. En volgens mij ook wat voor rol ze vervullen in de buurt. Namelijk, sommige supermarkten hebben nog uiteindelijk dit weer teruggebracht. Maar andere supermarkten, en dan vooral één supermarkt, de Albert Heijn, die heeft dat helemaal afgeschroefd. Dus die heeft, tenminste bij mij in de stad en volgens mij op andere plekken waar ik bij de Albert Heijn kom ook, de kassa is vervangen door zelfscankassa's, vrijwel volledig. De koffiezetapparaat is weg, de gratis kaasblokjes zijn weg. Dus het is nu echt een soort koopgoot waar je gewoon doorheen moet. En het enige contact wat je met mensen hebt is met degene die jou komt controleren of je niks hebt gejat. Dat is ongeveer het enige contact wat je nog hebt in de supermarkt. Of je 18 bent, alcohol. Ja, en of je 18 bent, ja. En ook dat zelfscannen, dat was dus vroeger, vier producten werden gescand. Maar tegenwoordig is het dus, omdat er veel gejat wordt, moet je over het algemeen alles weer uit je tas halen. Dus het is een heel controleachtig en dat roept dus ook heel veel agressie op. Dan denk je lekker snel en dan ben je toch weer je hele tas opnieuw aan het inruimen. En het voelt heel naar. Het is sowieso niet lekker snel. Ik ben veel langer bezig bij die zelfscankassa's dan hoe ik dat vroeger deed als ik gewoon in de rij moest staan. Ja, echt absoluut. Daar is dus ook onderzoek naar. Cashières zijn gewoon veel sneller. Wat ik dus heel leuk vond is dat ze dit weekend in de Volkskrant een interview hebben gedaan, of een interviewserie, met mensen die dus jatten bij de zelfscankassa. En eigenlijk een beetje aan het verkennen waren van waarom stelen nou mensen bij de zelfscankassa. Want dit is best wel een groot maatschappelijk, het is wel een probleem voor de supermarkt. Ja, maar het is een groeiend ding wat aan het gebeuren is, namelijk dat mensen jatten bij de zelfscankassa. En er is dus een peiling geweest van RTL Nieuws onder 21.000 deelnemers van hun nieuwspanel. Er kwam dus uit dat 7% van de mensen wel eens iets steelt bij de zelfscankassa. Onder mensen met een laag inkomen is dat 10%. En onder jongeren tussen 18 en 35, vind ik ook leuk dat ik nog onder de jongeren val, is dat 11%.
En de Jumbo die maakte dus ook vorig jaar bekend dat ze nu voor meer dan 100 miljoen euro aan jaar, per jaar aan boodschappen wordt gestolen. En dat is ongeveer 1% van hun totale omzet. Ah, zielig. Ja, maar dat is dus echt heel veel geld wat er wordt gejat. Ook andere onderzoeken die laten echt zien dat het... kijk, dat is in Engeland 3,5% van de omzet wordt gestolen tegenover 0,21% bij traditionele kassa's. Dus echt een enorme explosie. Maar mijn take van de week, die gaat er zo van, je kan dus een heel gesprek voeren over, is dit nou, hè, mogen mensen met weinig geld überhaupt eten stelen? Ik vind dat sowieso een hele interessante politieke vraag. Maar daar gaat mijn take van de week niet over. Wat mij opvalt in die portretten van waarom mensen stelen, zit een deel van de mensen die spreekt heel erg uit, ik maak hier een politiek statement mee. Dus ik vind de Albert Heijn echt een scheidbedrijf. Ik heb bijvoorbeeld, die vond ik heel leuk. Volgens mij heet die Freek. En Freek die steelt dus alleen bij de Albert Heijn. Niet bij de Lidl en de Aldi of bij andere supermarkten. Alleen bij de Albert Heijn, want dat vindt hij in zijn eigen woorden gewoon een kapitalistisch kutbedrijf. De appie als ethische grens. Ja, precies. Mooi. En hij heeft dus zoiets, ze behandelen hun werknemers slecht. Ze doen helemaal niks meer gewoon voor het contact creëren in de supermarkt. En ze pakken totaal niet hun rol, zijn alleen maar bezig met winst maken. Dus ik steel standaard bij al mijn boodschappen een deel van mijn boodschappenrekening niet af om een signaal te geven of om een middelvinger op te steken. Ik vond dat hilarisch. Ik heb de afgelopen dagen dus met heel veel mensen hierover gepraat die dat niet hilarisch vonden. Dus dat vind ik sowieso ook interessant. Maar wat mij opvalt in de beschouwingen, en nu komt het echt op mijn take, ik ben heel lang aan het lullen hier ook over. Goeie aanloop, ja. Ja. Grondig. Is dat mij opvalt dat discussies over moraliteit en of dit dus wel of niet oké is, dat mensen stelen bij de supermarkt echt super individueel worden gemaakt. Dus het wordt heel erg besproken, ook de woordvoerder van Aalt in het artikel, die echt zoiets heeft, ja, het is gewoon niet oké, moet je niet doen, punt. En wat mij opvalt is dat we ook in politieke discussies en op andere onderwerpen ook heel vaak op deze manier over moraliteit praten. Terwijl het voorbeeld van de zelfscankassa laat wat mij betreft echt super scherp zien dat moraliteit in essentie en echt bij uitstek iets is wat je ontwikkelt in contact met anderen. Dus altijd als mensen iets doen en waarom ze dat doen, dan moet je altijd bekijken in de context en in welke menselijke relaties bevind jij je. En ik vind het dus ook super naïef of gewoon bewust onwetend van de Albert Heijn dat ze al het menselijke contact uit hun supermarkt wegknippen. Het enige contact wat er nog is controlerend. En dan verontwaardigd zijn dat mensen zich zo gaan gedragen. En er zijn er dus veel meer voorbeelden van. Bijvoorbeeld in de bijstand hebben ze er ook onderzoek naar gedaan van hoe gedragen mensen zich aan de balie. Ze kwamen erachter dat mensen zich veel agressiever gaan gedragen als jij een scherm op de balie zet, omdat dat uitstraalt, je bent een gevaar. En mensen gaan zich daarnaar gedragen. De andere voorbeelden zijn topmanagers of de bankencrisis, zag je ook. Er werd heel gezegd, van, ja, mensen zijn zich zo gaan gedragen en zo alleen maar winstgericht omdat ze in een sociale context waren waar dat gedrag werd aangemoedigd. Ik vind het ook nog steeds lastig of spannend om te zeggen dat ik dus wel begrip heb voor die ideologische jatters. Ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie hier naar kijken, of jullie dit ook voelen. Ja, ik had dat artikel ook gelezen. En je noemde al Freek, die zei dit is mijn verzet tegen het kapitalistisch systeem. En mijn volgende gedachte was wel een beetje van, nou mooi Freek, maar het geld wat je bespaard hebt, ben je daarvan dan ook lid geworden van de vakbond om echt wat te doen. In plaats van in je eentje het verzet met je gestolen boodschappen. Ik vond het niet heel sterk. Ik moet zeggen, ik heb er ook wel eens met vrienden over gesproken. En je merkt inderdaad dat er verschillende variaties tussen zitten van mensen die zeggen van nou, ik neem wel eens expres wel wat mee. Of ik weeg wel eens iets verkeerd af. Tot mensen die zoiets hebben van, en daar ben ik er zelf ook een van ik vind het doodeng, zeg maar, als ik gecontroleerd word. Dus ik check altijd 3 keer of ik alles wel goed gescand heb. Ik heb het echt hooguit dat ik een keer de supermarkt uitliep en dat ik dacht, oh shit, toch niet gescand, nou laat maar. Maar dat, ik zou het echt niet aandurven. Dus ik vond het niet de sterkste verhalen van de mensen die zeiden, ik steel en dat is oké, eigenlijk. Ja, ik merkte dat ze een vergelijking maken met Robin Hood. Maar Robin Hood die stal niet voor zichzelf. Die gaf het weg aan de armen. Ja, precies. En dan moet je, ja, gaat dan lekker stelen bij de appie, maar gaat dan ook wel uitdelen aan de mensen in armoede en gaat dat niet voor jezelf houden. Ja. En dan zou het echt een meer statement zijn. Ik ben wel van die school die stelen slecht vindt, punt. Ik kan me tegelijkertijd niet inbeelden dat Albert Heijn dit gewoon niet heeft ingecalculeerd.
Tegelijkertijd heel veel winst gemaakt, natuurlijk ook op het wegbezuinigen van personeel, noem maar op. Alhoewel, een gemiddelde kassierster, dat is 9 euro per uur of zo. Dus ja, dat is nou ook niet het grote geld volgens mij. Een zelfscanpaal kost dus 2000 euro, las ik ergens. Dus hoe zeg je? Zo'n zelfscankassa kost 2000 euro ongeveer. Dat vind ik goedkoop. Ja, ja, dus je zit je neer en dan heb je geen kassier meer. Ja, en ik ben wel eens een rode peper vergeten of zo, maar super klein. En daar zat nog iemand thuis en niet gezien. Ja, en zo. Ja. En dan dacht ik, oké, ik kan nu voor die rode peper, dat kost me 10 cent, die peper, dat kost Albert Heijn 10 cent. Ja, ik ben 7 minuten kwijt van mijn tijd om die rode peper te gaan inscannen. Mijn probleem met die zelfscankassa's is dat het slecht is voor je ego. Ik ga af en toe biertje halen en dan krijg ik leeftijdscontrole. Maar om de echte kassa, 5-6 jaar geleden, vroeg men nog wel eens mijn paspoort. Terwijl ik toen al 36 was. Dat vond ik heel leuk. En ik, nou, hier kan ik weer een dag opteren. Nou, dat is helemaal weg. Dus sindsdien ga ik ook wat vaker naar de Lidl en vooral naar de markt. Want ik vind de markt nog steeds wel echt het summum om inkopen te doen. En waarom? Wat maakt het? Want volgens mij zit daar precies ook... Wat ja, in de markt is... net dat persoonlijke contact. En net, die marktkramers maken wel eens een grapje. Ik vroeg, ik vroeg onlangs nog aan iemand met een gerookte makreel. Hoe lang kan ik deze bewaren? En haar antwoord was, nou, je kan er een week mee doen wat je wil, maar opeten is het lekkerst. Nou, dan denk ik, nou, dat maakt je dat gewoon, dat iemand zo'n grapje maakt. Ja, we hebben de Albert Heijn is bonnetje. Nee, geen bonnetje, bonuskaart. Nee, geen bonuskaart. Nou, fijne dag nog. Ja. Oh, ja, of er wordt helemaal niks gevraagd. Je komt gewoon zonder iemand te spreken. Ja, zeker in de kassa, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, het is zo grappig. Ik moest aan mijn vader denken toen ik dit magazine las. Hij had vroeger, iedere week maakte hij spaghetti bolognese. En had hij zelf een heel vies recept bij bedacht. Met een rauw ei erin en zo. Nou, het was niet lekker. Maar onderdeel van dat recept was altijd één bospeentje. Maar dit kan je natuurlijk nergens kopen, want je moet meteen zijn hele bos nemen. Dus hij jatte altijd zo, knakte die één bospeentje van zo'n bos. En die deed hij dan dus onderin zijn karretje. En dan, nou ja, dus iedere week was hij ook een soort van freak. Maar dan dus niet uit ideologische goede bedoelingen, maar puur vanuit egoïsme. Dus nou ja, even inkijkje in mijn opvoeding. Want ik had, toen ik dit artikel las, dacht ik bij die freak... Ja, je maakt er gewoon voor jezelf. Je hebt een legitieme reden gevonden om inderdaad lekker te kunnen jatten. En onder het mom van idealisme en kapitalismekritiek... permitteer jij je om dus gewoon bij de Albert Heijn wat dingetjes weg te grappen. Dus ik had er ook niet heel veel sympathie voor. En ik dacht ook meteen, ja, je hebt natuurlijk heel veel alternatieven... Waarom kies je daar dan niet voor? Inderdaad, ga naar de markt bijvoorbeeld, als je dat belangrijk vindt. En ik vond ook, wat jij net zei, Janneke, dacht ik, ja, weet je, doe dan ook iets goeds met het geld wat je bespaart of zo, als je echt een statement wil maken. En doe het niet anoniem, maak dan ook echt een statement. Ga dan ook een brief schrijven naar de baas van Albert Heijn. Ja, weet je, probeer er dan ook gewoon echt een nummertje van te maken. Maar dit wordt natuurlijk door Albert Heijn helemaal niet zo ervaren als kritiek op hun werkwijze, maar veel meer als jatten. Dus nou ja, ik was wel een beetje sceptisch. Ja, en ik vind dat ook wel... Kijk, het is ook die spanning van die individuele actie of die collectieve actie. En als je Albert Heijn op de knieën wil krijgen... of anders gezegd, je wil die zelfscankassa's weg... dan moet je gewoon collectieve actie gaan voeren. Dan moet je Albert Heijn pakken in hun winst. En dat wil zich niet meer bij Albert Heijn gaan kopen. Of gewoon massaal met z'n allen in de rij gaan aanschuiven... zodanig de Albert Heijn een heel trage winkel wordt... en dan gaat er heel snel iets veranderen. Dat wil niet zeggen dat je meer zelfscankassa's bij. Ja, je moet het. Ja, dat denk ik niet. Nee, dan moet je. Bij het Noordje zegt je moet dat wel claimen. Hè? Je moet die actie claimen. Maar ik denk dat dit net iets is dat als jij Albert Heijn echt op dat onpersoonlijke wil pakken. Dan duidelijk maakt van. Hè, je bent een mega marktspeler. Wij willen dit niet in dit land. Ja, moet je collectieve actie gaan verzinnen. Dat wil niet zeggen dat individuele actie niet super belangrijk is. Maar ja, draag dan een t-shirt met Fok Appie of zo. Maar ga niet stelen, ja, daar ben ik denk ik een voorstander van. Ja. Wat ik trouwens ook wel fascinerend vond, is deze discussie speelt natuurlijk ook in andere landen, bijvoorbeeld in Amerika. En daar zie je echt al een terugtrekkende beweging, dat grote supermarktketens gewoon de zelfscankassa's weer de deur uit doen. Maar de discussie daaromheen is heel anders. Diefstal wordt wel genoemd als factor, maar het gaat eigenlijk in de eerste plaats over...
We merken dat het niet klantvriendelijk is. Dat mensen inderdaad het praatje bij de kassa missen. Dat mensen wel eens iets vergeten te scannen. Of ook niet de ene appel van de andere appel weten te onderscheiden. En dat soort foutjes maken. Nou, dat vinden we vervelend voor onze klanten. Dus daarom doen we de kassa's weer de deur uit. Ja. De zelfscankassa's. Ja. Vond ik een interessant verschil. Want eigenlijk in Nederland gaat het al heel lang alleen over de diefstal. Ja. Ja. En ook niet alleen in de supermarkt. Laatst vertelde een vriendin van mij, die ging naar de film. En dan naar zo'n grote keten van Pathé. En kennelijk hoef je daar ook niemand meer te ontmoeten. Kun je een kaartje uit een automaat halen. Dan moet je met het kaartje langs een soort draaideurtje. En als je er weer uitgaat, moet je via de andere deur. Maar je ontmoet dus niemand meer qua personeel van de Pathé. Terwijl ik denk, naar de film gaan is toch juist ook een sociale activiteit. Het is leuk. Draait inderdaad, ja, bij mij zou dat meer in de film het geval zijn dan in de supermarkt als bij jou, Hans. De praatjes en zo. Ja. Maar ja, daarmee ontneem je ook gewoon heel veel fun. Ja. Ja. En dit is precies waarom ik hier zo'n punt van maak van die zelfscankassa. Want dit is namelijk een dynamiek die je echt door onze hele economie zie je, dat bedrijven vol inzetten op comfort. En comfort wordt dan geïnterpreteerd als je hoeft zo min mogelijk te maken te hebben met mensen. Dus ook dat hele, je laat dingen thuis bezorgen en je hebt het liefst dat de pakketbezorger het voor je deur neerdondert en al weg is voordat jij hem pakt. Je gaat naar de supermarkt, hoef je niemand te spreken. Je gaat naar de bioscoop, hoef je niemand te spreken. En je kan gewoon lekker in je eigen bubbel, ja, kan je lekker consumeren. Terwijl de essentie van ons mens zijn is contact. En dat is af en toe ook ongemakkelijk. Maar ik vind het zo ontzettend verneukeratief voor de samenleving dat bedrijven deze houding aannemen en deze rol pakken. Ja, vind ik ook. Dus daar was ik heel blij mee, toch ook wel blij mee. En tegelijkertijd, ja, ik vond dus ook, er wordt nu wel collectief zoveel gestolen dat dus bedrijven het gaan heroverwegen van, is dit wel een goed idee? Ja. Dus in die zin is het wel een politiek signaal toch, alsnog, van mensen als Freek. Nou, het is meer een economisch signaal van, het is misschien toch niet zo kostenefficiënt als we dachten. En de vraag is, gaan die kassa's verdwijnen, denk ik dan? Of gaat er gewoon meer surveillance komen? Of gaan er gezichtsherkenningscamera's komen? Want ja, dat zou de volgende stap zijn in die beweging die jij omschrijft, toch? Ja, dat is een discussie. Dat is de discussie die ze nu gaan voeren. Ja, daar wilde Albert Heijn niks over zeggen. Maar ze schijnen dus wel... Ja, dan is het een discussie die ze voeren. Maar ze wilden ook niks zeggen over het feit dat er zoveel bij hun wordt gestolen. En of dat misschien te maken heeft met hun imago-probleem. Daar hadden ze ook geen commentaar op. Goed, dat was mijn politiek punt. Jammer dat jullie... Ik had verwacht dat jullie zo... Oh ja, pak ze. Maar dat denk ik. Ben de enige. Nee, ja, zeer zeker pak ze. Maar stelen is gewoon niet goed. En als je dan toch aan stelen geeft, dan begin je arme mensen. En koop je zelf een Robin Hood hoedje. En loop daarmee door de stad of zo. Maar. Ik zou ook zeggen, van, vind je de Albert Heijn stom? Ga dan naar de buurtsuper of de markt. Vind je kapitalisme stom? Word lid van de vakbond. En de consumentenbond. En wil je de cashière terug? Ga dan aansluiten in de rij voor die cashière uit principe. Ook al moet je dan 5 minuten langer wachten. Ja, want er is dus één kassa nog bij mijn Albert Heijn, maar die is altijd dicht. Maar die is wel zo daar neergezet met het signaal, we doen nog wel een kassa. Dan moet ik voortaan dus gewoon demonstratief daar bij dat bordje deze kassa. Met je kopje koffie. Hallo? Ja, oké. Okay. Haal de waterkanonnen maar, mij krijgen ze hier niet weg. Ik sta in de rij. Maar het gekke is dat met die kassa dat gebeurt nu. En ik herinner mij nog 4, 5 jaar geleden hier in Den Haag, dat bepaalde supermarkten net trage kassa's gingen installeren. Hè? Dus wel met kassiers, maar trage kassa's voor oudere mensen die dan nog een praatje kunnen doen. En dan denk ik, we hebben de mond vol van vergrijzing, van eenzaamheid. Ja, ja, laat supermarkten, dwing supermarkten daar echt wel een steentje bij te dragen. Want eigenlijk dragen ze nu bij tot die problemen. En ja, gaat het de samenleving of de overheid dat toch weer moeten oplossen. Terwijl bedrijven hebben ook gewoon die maatschappelijke verantwoordelijkheid, denk ik dan. Eens, heel erg eens, ja. Mooi. Goeie take. Ja, thanks. Gelukkig. Fijn. Dan gaan we nu door naar alle mooie en leuke reacties die we hebben kunnen krijgen van luisteraars. Zelf kun je ook nog altijd reageren op onze afleveringen op Vriend van de Show. Daar hebben we een account en daar kun je iets inspreken of gewoon een berichtje achterlaten. En dan krijgen wij het binnen. Hans, vertel, wat hebben we zo al binnengekregen de afgelopen weken? Ja, wat ik vooral, die wil ik eerst noemen. Want Vriend van de Show, dat is dus, daar kan je ook vriend van ons worden. En we hebben een eerste vriend. Het kost €2,50 per maand. Maar dat is dus echt, daar krijg je niks voor terug. Want wij doen niet aan bonuscontent. Wij gaan niet betalende vrienden meer content bieden om via een soort productachtige wijze. We zijn gewoon, iedereen moet al onze dingen kunnen luisteren. Maar je kan ons dus wel steunen. Want met die steun kunnen wij weer onze dingen doen als wetenschappelijke bureaus.
En we hebben echt spontaan, zonder dat we je ook maar toe op hebben geroepen, al een eerste vriend. Yes. En ik heb met haar gemaild. Dat vond ik superleuk. Hoe heet ze? Dorrie. Dorrie. Ja, en ik wilde eigenlijk haar verhaal voorlezen. Want ze stuurde dus haar verhaal ook haar achtergrond. En dat vond ik super inspirerend. En ze had gelijk ook een discussiepunt voor in de podcast. Ja, maar Dorrie is dus 68 jaar. En 11 jaar geleden is haar man overleden. En sindsdien woont zij zelfstandig met een hulphond. Ze schreef: mijn leven is best bijzonder, niet makkelijk, maar ook nooit saai. Bijzonder werd het namelijk in 2001 toen ik werd getroffen door een bacteriële bloedvergiftiging. Zij overleefde dat op het nippertje, maar haar beide benen en al haar vingers moesten worden geamputeerd. Het is echt heel bijzonder dat ze het even overleeft. Maar het voelde voor haar echt als een nieuwe kans en dus ook een nieuwe start van een nieuw leven. Zij is daarna actief geworden, politiek ook. Raadslid voor een lokale politieke partij in de gemeente Lobith Tolkamer. En daarnaast is zij, zij was altijd sporter, fanatiek tennisser. En ze ontdekte na de operatie dat ze nog steeds in staat was om te tennissen. Zelfs zonder haar vingers. En dat ging zo goed dat ze in 2004 met het Nederlands rolstoelteam mee mocht naar de wereldkampioenschappen in Nieuw-Zeeland. En ze heeft dus een best wel indrukwekkend para-topsportcarrière achter de rug, naast haar raadslidmaatschap en maatschappelijke rol, activiteiten en zo. Nou, indrukwekkende eerste vriend. Ik wilde dit gewoon heel graag delen. Ik vond het echt zo'n vet verhaal. En haar vraag, want zij sloeg helemaal aan op de linkse revolte en meer strijd in de politiek. Zij zegt namelijk ook dat er echt tijd is voor een ommekeer in de Nederlandse politiek. Dat er tegelijkertijd veel te veel wordt nagedacht over de ommekeer en veel te weinig wordt gehandeld. En zij wil dus heel graag dat er actie wordt ondernomen en dan vooral actie ook in constructieve zin. En het idee wat zij wilde voorleggen aan ons is het idee dat zij las in een column van Joop van den Berg, PvdA volgens mij. Oud-WBS zeker. Ja, en het Montesquieu-instituut als ik me niet vergis. En hij heeft inderdaad ook bij de WBS gezeten. Nou, de cirkel helemaal rond. En Joop deed namelijk het voorstel voor een schaduwkabinet. Hij pleit ervoor dat eigenlijk nu alle partijen die niet meedoen aan de regering een schaduwkabinet zouden moeten vormen. En wat het ongeveer is, dat is dat je eigenlijk zegt met een groep partijen: wij zijn het ook eens over een regeerakkoord. Dit is ons programma. En dat zet je dan tegenover het regerende kabinet om echt duidelijk een politiek alternatief te schetsen. Volgens haar zou dit een soort revolte kunnen veroorzaken, omdat we dan heel duidelijk maken wat het linkse alternatief is. En dus ook heel veel mensen kunnen aantrekken. Dus haar oproep is niet klagen, maar tijd voor constructieve actie. Wauw. Ik ben heel benieuwd hoe jullie hierover denken. Schaduwkabinet. Nou, op zich is het natuurlijk best wel interessant. Volgens mij, voordat het kabinet Den Uyl werd gevormd, daaraan vooraf ging ook een schaduwkabinet. Dus nou, het heeft een keer wat opgeleverd, hè, voor het linkse Nederland. Ik denk dat het een hele goede manier is om ook de samenwerking ook te verbreden. Dus dat je ook echt met andere politieke partijen probeert samen een alternatief te vormen. En ik denk dat dat heel interessant is eraan. Mijn enige terughoudendheid is dat ik denk, ja, oké, dat is heel mooi. Dan kom je iedere keer met alternatieve plannen. Maar ja, meer is het ook niet. Het leidt natuurlijk niet tot echte verandering. Dus ik denk dat het een heel goede manier is voor samenwerking. En misschien is het een goede manier om later ergens toe te komen. Maar ja, materieel heb je er nu niet zoveel aan. Oh ja. Weet je, het wordt heel erg een soort papieren werkelijkheid die je dan met elkaar construeert. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar het zou ook zo had ik het dan geïnterpreteerd, het begin van die echte verandering kunnen zijn. Het is ook een beetje wat we doen met de tegenbegroting, als ik me niet vergis. Hè. Er worden beslissingen genomen. Oh ja, natuurlijk. Je laat dan zien welke beslissingen wel mogelijk zijn. En tegelijkertijd kan je ook laten zien dat het misschien allemaal toch geen 500 dagen hoeft te duren om tot consensus te komen. Het is natuurlijk een vingeroefening en dat is iets heel anders dan de realiteit. Maar het zou wel inzichtelijk kunnen maken, denk ik, met welke partijen kan je van tevoren al heel duidelijk maken waar je mee kan samenwerken, op welke punten kan je dat doen, hoofdterreinen kan je dat doen. En wat dan na 20, 30 jaar te horen, er is geen alternatief, dat je toch kan laten zien dat er wel een alternatief is. En dat zou wel, en dat zegt Noortje ook, qua verbreding wel inzichtelijk kunnen maken van hey, maar dit is misschien echt het spoor waar we met z'n allen naartoe moeten. Dus ik denk dat het een goede oefening is om daarover verder door te denken.
Ja, ik vind hem ook wel interessant. Volgens mij is het hele idee, het concept van een schaduwkabinet komt natuurlijk uit het Verenigd Koninkrijk. Daar is in de basis nog altijd een tweepartijenstelsel. Dus daar heb je echt schaduwministers. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dan ook een beetje wat makkelijker een beeld kan hebben en dromen als inwoner van Nederland. Van, oh, als ik nou ander onderwijsbeleid wil, dan zie ik daar een alternatief voor de minister van Onderwijs. En hoe dat eruit zou kunnen zien. Dus ik denk dat het daarvoor heel inspirerend is. Dat was geloof ik ook het hele idee van het schaduwkabinet Den Uyl destijds. Ik heb daar laatst wel een stuk over gelezen. Volgens mij is dat hele schaduwkabinet ook niet heel lang bestaan. Volgens mij een jaar of zo voordat er weer verkiezingen waren. En dat ging ook niet per se altijd soepel. Volgens mij was dat ook wel een interessante constructie in de zin van... ook Eerste Kamerleden waren dan schaduwminister of staatssecretaris op een onderwerp. Misschien zelfs nog buiten de Eerste en Tweede Kamer om mensen. Dus dat was wel ook wel weer een unieke figuur. Maar ik snap het idee erachter en ik denk ook vooral in de samenwerking om als progressieve partijen die nu straks waarschijnlijk in de oppositie komen te laten zien wat je alternatief is, ook gezamenlijk, zou wel heel sterk kunnen zijn. Ja. Maar ik denk op zich niet dat het aan links-progressieve politiek ontbreekt aan geloofwaardigheid, dat wij qua beleid niet met hele goede alternatieven komen. Ik denk niet dat dat het probleem is van links-progressieve politiek. Ik denk dat het veel meer zit in die strijdbaarheid. Hè? Daar wordt natuurlijk ook aan gerefereerd door onze eerste vriend. Dus daar zit ook wel een beetje terughoudendheid bij mij. En ik ga het heel erg zoeken in andere beleidsvoorstellen. Terwijl ik denk, ja, is dat dan waarom de kiezer nu niet op ons heeft gestemd? Dat vind ik ook nog niet helemaal overtuigend. Wat mij wel heel erg aanspreekt in het schaduwkabinet gedachte is dat het de expliciete samenwerking, dus dat je, ik bedoel, als je gezamenlijk regeerakkoord gaat schrijven als oppositie, dan ga je dus ook veel meer gezamenlijk narratief hanteren, gezamenlijke woorden gebruiken, gezamenlijke strijd voeren. Dus het wordt veel meer echt een oppositie tegenover het kabinet. En ik vind nu heel vaak als je een debat zit te kijken, dat elke oppositiepartij zijn eigen puntje maakt. Dus, en dus ook heel erg focust op zijn eigen pareltjes. Ja. En daardoor het debat heel weinig consistentie heeft en de regeringswoordvoerders ook heel makkelijk overeind blijven. Want iedereen gaat toch weer zeggen, ja, je moet ook iets met migratie. Ja, en met onderwijs. Ja, en met sociaal-economisch. Dus er zit heel weinig lijn in. En het schaduwkabinet wel eenduidigheid kan. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens, hoor. Ook die voorspelbaarheid van reacties. Hè. Onacceptabel, onaanvaardbaar. Ja. Hoe vaak kan je dat zeggen alvorens met nog hoofd dat zo is? Dus daar ben ik het ergens wel mee eens. Ik denk ook wel dat het een optie zou kunnen zijn, zeker met de veranderingen die voor ons staan. Denk aan klimaatverandering, vergrijzing, dat het ook een optie is om in zo'n schaduwkabinet te onderzoeken of je geen andere portefeuillesamenstelling bijvoorbeeld hebt. Dat zou je ook kunnen doen. Ja. Dat wordt nu allemaal te ingewikkeld, want dan wordt dat een politieke uitruil. Nou, daar zit je bij zo'n schaduwkabinet niet aan gebonden. Dus het is toch een beetje freestylen in je hoofd dan van oké, maar gegeven de verandering, gegeven waar we naartoe willen, hoe kunnen we daar dan komen? En welke verschuivingen kan je voorstellen die in het huidige politieke landschap misschien niet... En ik zou wel schaduwstaatssecretaris van feestelijkheden en andere randgebeurers willen worden trouwens. Dus moest je... Oh, je gaat solliciteren. Als er dan toch een schaduwkabinet komt, dan wil ik er wel... Ja, in het echt kabinet, dat gaat nooit drukken, want ik ben Belg, ik ben geen Nederlander. Dus ik vind wel dat we bij schaduwkabinetten ook met mensen met een vreemd paspoort een kans moeten geven. Ja. Schaduwminister voor feestelijkheden ook heel erg passen bij het concept schaduwminister. Het is echt zo'n nachtburgemeester. Ja, nou, ik moet meteen denken aan Ronald Plasterk, die toen hij minister was, was hij ook de minister van feesten en partijen, die alleen maar lintjes overal knipte en verder niks deed. Dus dat is mijn associatie. Yeah. Ja. Weet je wat ik wel heel interessant zou vinden, anders dan een schaduwkabinet? En ik ben er niet heel erg op tegen, hoor. Nu zit ik altijd al negatief te doen. Maar dat is nu al werken aan een gezamenlijk stembusakkoord voor de volgende verkiezingen. Wat is het verschil? Het verschil is dat je dan echt samen een regeerakkoord, of niet een regeerakkoord, maar samen een verkiezingsprogramma eigenlijk schrijft en gewoon tegen de kiezer zegt, dit kun je van ons verwachten bij de komende verkiezingen. Dus dan is het niet een spel om het verschil te laten zien, reactief op wat er nu is. Maar dan ben je gewoon nu echt al aan het bouwen aan, aan die nieuwe toekomst vanaf 4 jaar, 2 jaar. Maar dan bedoel je eigenlijk dat we nu al met partijen die elkaar kunnen vinden, zeg maar, dat die al gaan zeggen, oké, maar dit wordt eigenlijk het regeerakkoord op grote terreinen voor de komende... Voor de volgende verkiezingen. Na de volgende verkiezingen. Ja, ja. Gewoon een keerpunt, wat was het? 72. Ja, daar wil je dit maar aan denken. Maar was dat dezelfde constellatie? Ja, met dus een schaduwkabinet erbij. Ja. Met een schaduwkabinet er ook nog in.